Hoe weet je nou of je je pad loopt? Dat is een hele centrale vraag. Je kunt hem heel simpel beantwoorden. Je moet er blij van worden. Dat is heel belangrijk. Let wel op dat mensen met blij dat soms verwarren met... het moet een extatisch gevoel geven. Dat is het niet. Dus het is niet zoeken naar, ja, ik heb een leuk feest en ik ben in dans en ik neem wat ploppers en snoppers en ik begrijp het allemaal en ja, ik ben op mijn pad. Dan ben je verder van je pad dan ooit tevoren. Het lopen van een eigen pad vraagt om het ontdekken van destiny. Dus het beantwoorden van de vraag, wat is zingeving in dit leven? En dat heeft niet te maken met een soort hedonistische feestviering, maar het heeft te maken met de spanningsvelden in jezelf te ontdekken. En dat zijn een soort uiteengeschoven dingen. Ik wil en dit en dit. En als je die twee kanten zo tegenover elkaar zet en dan dat allebei vasthoudt, dan breekt het vaak vanuit het hart open. En zo vind je eigenlijk je spoor. Dus het is niet kiezen voor verleiding. En het is ook niet kiezen voor meteen, het zal wel zo moeten. Maar het is juist vertragen op je beslissingen. En uiteindelijk ontdek je dat het pijnlijk wordt om iets anders te doen dan dit. En dan weet je, als je gaat voelen van als ik dit niet doe, dan wordt het pijnlijk. Dan weet je dat je een stap kan zetten op je pad. En het is ook niet zo dat het nou je zit op je pad, dat gaat lekker alles, ik zit lekker op mijn pad. Nee, het lopen van je pad vraagt steeds om het zoeken naar die stap. Waar is het? Waar zit verlangen, waar zit verleiding en waar wordt het ondraaglijk om te voelen, ik kan dit niet langer volhouden, ik wil dat doen en dan maak je weer een stap. En daarna ben je weer een tijd aan het zoeken en het ervaren en dan komt de energie weer langzaam en zeker terug en dan kun je een jaar later weer zo'n stap maken. En dat lopen van die pijnlijke stappen of echt snappen, ik wil niet doorgaan met wat ik nu doe. Ik kan het niet meer verdragen. Ik vind het eng om dat te doen, maar ik moet dat toch doen. Dan zit je op je pad. Dus het is eerder een pijnlijk proces dan een feestvierend proces. En omdat het zo'n pijnlijk proces is, moet je kunnen voelen hoe blij je ervan wordt als je die stappen zet. Dus het is een soort spanning tussen onvermijdelijke beslissing en blij worden dat je ze durft te maken en dat je ze gemaakt hebt.